Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Zijne, ik ben astrologe en coach. En ik ga jullie vandaag vertellen over de aankomende volle maan van 11 april 2017. Volle maanen zijn perioden in de maand waarin wij meer bewust worden van zaken. Emoties komen makkelijker naar boven, misschien zijn we meer gericht op het afronden van iets. Iets wordt zichtbaar, iets wordt duidelijk. Misschien zijn zaken die begonnen zijn zo 2 weken geleden en nu aandacht vragen, aanpassingen vragen. Daarom zijn deze perioden in de maand, perioden waarin we meer bezig zijn met onze gevoelens, met onze emoties. En misschien ook met onze verleden. En deze volle maan is in weegschaal. En weegschaal is de teken van relaties, van associaties, van samenwerkingen en van diplomatie. Dus alle één-op-één relaties, alle samenwerkingen tussen mensen, contracten, alles wat te maken heeft met vrede en met praten, met communiceren en met relateren tot anderen, komt hier onder de aandacht te staan. Wij hebben Jupiter heel dichtbij staan. Jupiter in weegschaal ook. En hij is retrograde. Hij staat heel dicht bij deze volle maan, dus we nemen hem hier in dit verhaal mee. En Jupiter retrograde in weegschaal herinnert ons weer van oude relationele zaken. Dat het verbetering vragen, dat het anders willen. Dus het vraagt ons hier om een andere visie te werpen op situaties die gebeurd zijn in het verleden. Keuzes die we gedaan hebben. Dus misschien kunnen we nu nieuwe keuzes maken of bedenken hoe we anders zouden willen. En we hebben hier ook een T-vierkant dat deel is van deze volle maan. We hebben de zon en Uranus die is aan de andere kant in Ram. En ze maken samen een vierkant naar Pluto in Steenbok. En zon en Uranus in Ram geven ons in deze periode de dosis ongeduld om het nieuwe in ons leven te willen toelaten, om het zaken anders te doen en op een heel authentieke manier. Misschien wel een rebelse manier, misschien borrelen we van binnen, willen wij heel graag dat verandering en we hebben absoluut geen geduld om teruggestuurd te worden naar oude verhalen en te blijven hangen in het verleden. Wij willen vooruit en wij willen snel vooruit. En Uranus is de planeet van onverwachte. Dus er kunnen hier verrassingen komen. Er kunnen nu momenten zijn waarin wij echt door elkaar geschud worden. En die momenten komen onverwacht, want zo werkt Uranus. Nou, deze oppositie, dus maan Jupiter en de andere kant de zon Uranus, maken de T-vierkant naar Pluto in Steenbok. En Pluto is dat langzame planeet die transformaties zoekt en die vraagt ons om iets los te laten en om iets voorgoed achter ons te laten. Dus er is veel ongeduld hier om iets te vernieuwen en het is ook heel ongeduld om hier iets definitief af te sluiten. En Jupiter maakt het zo'n beetje groter daar bij de maan, dus onze ongeduld kan ook groter zijn. En als we naar de belofte van deze volle maan kijken, dan moeten we naar Venus kijken. De heerser van weegschaal. En Venus is in Vissen en zij is retrograde. Ze staat dicht bij Keren. Dus zo en zo een positie van de heerser van deze volle maan die ons vertelt dat we iets moeten afsluiten, dat we iets moeten loslaten. Want Vissen zijn de laatste teken van het dierenriem. Dus het heeft altijd te maken met zaken loslaten, met zaken in het reine brengen met dat wat er is. Want Vissen is een heel spirituele teken, een teken dat ons in verbinding brengt met God. Dus het vraagt van ons hier de acceptatie. De acceptatie dat zaken niet meer goed gemaakt kunnen worden. En Keron staat heel dichtbij. Wat het wel aangeeft dat we hier te maken hebben met pijn uit het verleden, pijn uit relaties, relationele pijn. Keron is pijn van verraden zijn, het pijn van afgewezen zijn, het pijn van niet erbij te horen bij de groep of bij die persoon bij wie je had willen horen. Dus het is hier een periode van
iets loslaten, van iets afronden. Venus is retrograde, dus ze stuurt ons zo en zo terug om zaken opnieuw te bedenken en opnieuw te doen. En wij zitten in een periode met heel veel retrograde planeten. Jupiter, Venus, Mercurius en Saturnus zijn allemaal retrograde. Wat het hier kan aangeven, een periode waarin wij meer naar verleden kijken en iets willen goed doen, iets willen afsluiten, iets willen opnieuw gaan doen. Dus wat betreft contracten misschien, associaties, relaties, elke vorm van samenwerkingen en van afspraken tussen mensen, kunnen nu zaken anders gaan lopen. Mensen kunnen zich bedenken. Mensen kunnen het anders willen of anders gaan doen opeens. Er kunnen onverwachte zaken komen. Er kunnen afsluitingen komen en natuurlijk nieuwe beginnings. Want Zon en Uranus staan in Ram en Ram vraagt ons om vooruit te gaan en het nieuwe te omarmen. En dat willen wij ook zo graag. Maar met al deze retrograde planeten moeten wij onthouden dat we kunnen pas vooruit gaan als wij definitief en voorgoed iets hebben af kunnen sluiten. Dus laat maar vooruit gaan de toekomst tegemoet. Maar laat maar eerst goed gaan kijken wat in onze verleden voor altijd achter ons moeten laten. Want dat is iets wat ons tegenhoudt. En ook zouden wij willen vooruit gaan, zal elke stap vooruit een stap achteruit zijn. Als we niet van dat afkomen wat ons zo tegenhoudt. Wij kunnen ballast niet meenemen in de toekomst. Het hoort daar niet bij. En als wij de knop niet kunnen doorhakken om dat oude in het verleden te laten, zullen we altijd een stap vooruit en twee achteruit gaan. Wat voor heel grote frustratie kan zorgen. Dus durf die keuzes te maken. Snijd de verbinding met alles wat je tegenhoudt om vooruit te gaan. Om voor een betere versie van jezelf te gaan. Dat was het zo'n beetje. Als jullie op de hoogte willen blijven van mijn video's, abonneer je op mijn kanaal, dan blijf je altijd up-to-date. En voor meer informatie over mijn manier van werken, kan je op mijn website terecht. Dat is www.anna-magdalena.be en www.anderssamen.be. Ik wens jullie een goede dag. Dag.